Maar goed, we gaan even kijken naar de vintage flyers. Dit is een grote hoog 75. De vliegtuig van net op het begin van de Tweede Wereldoorlog. De achternaam komt iets een ietsje. Je ziet hij bijna, zij is bijna hetzelfde als ook een andere motor. En daar is een kleine, dames en heren, de Curtis T-40 Kitty Hawk. En misschien als die toetsenhouder het het kortst mogelijke deel van de baan gaat gebruiken, laat zien dat je zo'n ding echt op een bijna postzegel neer kunt zetten. Terwijl het toch een enorm ding is, want er gaat toch een man of 20 in als het moet. Zie je hier? Dit is, het zal zijn, 350 maximaal. En dan heeft hij een uurtje in met alleen maar prachtige voorbeelden. De vogels van de oren. Die niet altijd leuk, maar wel altijd leuk zijn. Dan is het een aantal niet-verkiezingen die net als de derde uit een politieke plaats hebben. Maar hier, hij ziet vier stukvallen. Dat gaat twee minuten. Maar helaas in de lucht drie Curtis vliegtuigen en dat zie je bijna nooit. Ik zal het u sterker vertellen, het is voor het eerst denk ik dat wij
dikke vliegtuigen die niet vooruit te branden waren, eindigden we de oorlog met jets die razendsnel gingen. Met raketvliegtuigen, met nog veel meer van dat soort dingen. Dit zijn twee van de voorbeelden van het begin van de oorlog. Die met die ronde motor, dat is de Curtiss Hawk 75, in Franse dienst, gevlogen bij de Nieuw-Amerikanen. Maar u ziet het grote profiel bijna hetzelfde met die Curtiss Hawk die erachter zit. Al die vliegtuigen uit die tijd, uit de Tweede Wereldoorlog, die jagen heel veel en heel veel kerk hadden. We gaan. Jan heeft het al nadrukkelijk gezegd. Het is een heel bijzonder moment. Dank aan de Old Flying Machine Company en de Fighter Camp en de Fighter Group uit Engeland. Onthoud even als je ziet hoe deze keer vliegt. Dadelijk zien we een Spitfire en een Mustang. Bijna hetzelfde en toch heel erg. Weet u wel wat ik bedoel, ja? Dus de twee jaar dan was hier bedoeld. Neem als pasje bij de kassa, bij de binnenkant. Het pasje ligt bij Klauterbeugels in het restaurant van het vliegveld. Ik kan alleen maar adviseren, hou uw pasjes om er weer een gewone 9B van te maken. Dit is een prachtige hier. Als u
De Spitfire. Een uniek groepje vliegtuigen, een unieke formatie hier boven het vliegveld. Als ze dadelijk weer langskomen, luister naar de schoonheid van de motor. Kijk naar de schoonheid van deze vliegtuigen. En bedenk het verhaal wat ik u net vertelde over de offers die ermee gebracht zijn. Gebruikt tegenwoordig na de oorlog als cultvliegtuig. Voor film, televisie, foto, dat soort dingen. Maar die tijd is ook al bijna voorbij, want al dit soort vliegtuigen worden nu helemaal in de computer gegenereerd. Dus daar hebben we niks aan. Dus heel langzamerhand heb ik het vermoeden dat ze misschien wel gaan uitsterven. Dus wat dat betreft blijft het helemaal uniek om er hier vier bij elkaar te zien. Echt een formatie, een boxformatie in dit geval van vier Spitfires. Overigens, deze zomer op het vliegveld Lelystad waren er een aantal oudere Spitfires. En, of een aantal was in ieder geval een oudere Spitfire, omdat ze bezig zijn met de opname van een film die Dunkirk heet, Dunkirk. Die zal waarschijnlijk eind van dit jaar verschijnen. Even, hè? Als er iemand trouwens reden moet krijgen, dan zit hij hier naast me, dames en heren. Als je even naar de vliegtuig kijkt, kijk even naar ons. Hier zit hij. Hij is de schuld hiervan. Dit is Tom Vermeulen. Hij is degene van de Meulen. Hij is degene die het geflikt heeft om in Nederland vier Spitfires te laten zien. Dankjewel, Tom. Dankjewel, want we doen een klein duksportje waar ze er dan wel 10 of 12 hebben vliegen. Wij hebben er 4 vliegen, dat hebben we hier nooit gezien. Punt. Dat hij zich buitengewoon amuseerde om hier met z'n vieren lekker door de lucht te kunnen duikelen in die prachtige vliegtuig. Burn is mooi te doen. En daarom is uit die tijd eigenlijk begonnen dat de een draaiende nadering maken. Ik zie dat voor het eerst in een luchtstand, in een Moorburg, in een luchtstand van Tom Vermeulen, hier aan opvolgers om hun formatieteam weer op volle sterkte te brengen. Dus de Seagull Formation, prachtige Piaggio P149D machines. Ja, iets in benzine. Erik, Corny Cornelissen en Nick Fumes de Wit, dames en heren, ze geven een demonstratie van waar zij mee bezig zijn met het ontwikkelen van het Air Combat Europe, dat je kunt vechten in de lucht, dat je dat als privépersoon kunt doen. We gaan eerst kijken naar Close Trail, heel dicht bij elkaar. Het zijn twee ex-F-16 vliegers. Ik dacht ook dat ze nog actief waren, maar ze blijken niet meer actief te zijn als F-16 vliegers. Maar ze hebben alles ingezet om dit te kunnen gaan doen. Ze hebben een stuk of 4, ik geloof zelfs bijna 5 van dit soort vliegtuigen nu op vliegveld Lelystad staan. Een close trail dus, dicht bij elkaar, achter elkaar aan. En dan ga je zien dat je formatie kunt vliegen. Omdat deze vliegtuigen zo licht zijn en aerodynamisch zo precies en zo verfijnd gebouwd zijn, daardoor kunnen ze heel snel manoeuvreren, ondanks dat ze maar 100 pk hebben. Sorry.
elkaar tegen en ga proberen achter elkaar te komen, want dan kun je elkaar in de staart kun je elkaar pas echt aanpakken. En, ze blijven langs elkaar heen draaien, maar één van de twee heeft dus nu snel opgetrokken en daarna een draai gemaakt om zo achter de ander proberen te komen. Pak de binnenbal goed. En de verdediger ziet natuurlijk dat de aanvaller zijn boordkanon wil gebruiken en zal proberen dit te voorkomen. En hoe doet hij dat dan? Nou, dan gaat hij regelmatig proberen van richting te veranderen, een beetje S-turns, bochten maken, links, rechts, om te zorgen dat hij niet recht voor de aanvaller weer. De twee Black Shade Primes van Combat Europe. Kissy is een enorm succes. Er wordt nu gekeken naar meer motorvermogen, ietsje zwaarder, zodat ze ook echt voortdurend kunnen worden gebruikt voor training van militaire vliegers. Dat is natuurlijk ook weer de ambitie van de firma Black Shade. Die mannen buitengewoon strak die formatie kunnen vliegen. Het zijn natuurlijk ook militaire vliegers die hier de tijd krijgen van het luchtcomponent om hierop te trainen. En ook de vliegtuigen zijn hiervoor bedoeld. Want het is niet alleen een mooi ontwerp, het is ook een aerodynamisch, fantastisch ontwerp dat Stereofrati gemaakt heeft. Als je erin vliegt, ik heb het voorrecht gehad om in wat kleinere versies van ditzelfde vliegtuig te vliegen. Die zit in een Porsche, in een Ferrari, het is precies, het doet exact wat je graag wil en doet dat heel mooi en precies. Devil 1, de man die nu leidt, is commandant aviateur Paul Leijs. Hij is 53 en het is een man die heel veel verschillende dingen gevlogen heeft. Zijn bijnaam, zijn tactical, is Pollen. Devil 2 is commandeur aviateur Christophe de Roubaix. Zijn naam is Zolle. Zijn tactical is Zolle. Hij is sinds 1998 vlieger. Hij heeft heel veel uren op die CI-concretie gemaakt. En hij heeft ook op de F-16 gevlogen en op de C-130. Hij heeft daarmee allerlei missies gedaan in Mali, Afghanistan, Congo. Het is dus echt een door en door luchtmachtvlieger. Op de derde positie, dat is de rechterpositie, zien we Jeanne. Janneke is luitenant-kolonel Jean.
Dames en heren, twee boven elkaar. Sjaar Magetti's van de Red Devils. Van rechts. En dan boven Show Center. Nederlandse vliegers vliegen. Light and breast, als het goed is. Naast elkaar. En dan zullen ze waarschijnlijk een break maken. Misschien de moeilijkste formatie. En break. Terwijl de lieflijke muziek klinkt bij de Fox Glider, laten de Belgen nog één keer horen dat ze een motorvliegtuig hebben. Voordat ze vertrekken, nog even afscheid nemen van hen. Is het niet prachtig wat die Peter Lien zei? Ja, de toestellen worden gevlogen door de twee. De vliegtuigen waar ze nu mee vliegen zijn niet de Curtis Jennings met een motor van 9 wereldoorlog, maar ook in de Tweede Wereldoorlog. Ook in Amerika super populair. Hier in Nederland hebben we er ook verschillende. Hier bij het Flying Circus, daar moeten we het zo nog even over hebben, staat ook een prachtige versie. Soms hebben ze 220 pk, deze hebben 450 pk stemmen. En u begrijpt natuurlijk dat deze vliegtuigen gespoeld. Gisteren gingen we hier letterlijk met z'n allen de mist in tijdens deze display, want ja, de wind stond toen dan vanaf de andere kant. U ziet hier overigens weer formatie vliegen, hoe deze mannen in een hele strakke formatie zitten met elkaar. En tot waar je mag komen. En de belangrijkste manoeuvres moeten altijd parallel aan het publiek gevlogen worden. Dus nu komen ze wel naar ons toe. Maar je zult zien echt dat ze nu uit elkaar gaan. En niet alleen op de kennis van de Top-Gun film. En dat je ziet dat de vliegtuigen zwaar is. Dat blaast er wel in ieder geval. Ja, ik wil u meteen even uitdagen. Dat was al überhaupt op detail. Men wist niet hoe je uit een spin moet stromen. Dat klopt. Dat klopt. Dat was inderdaad een hele moeilijke manoeuvre voor vliegers. Om het vliegtuig met een ongecontroleerde beweging die ze gecontroleerd kunnen krijgen. Wij willen weten hoe dat moet. En nu gaan we op de kop ook weer doen. In Engels dan een inverted. Op de kop hier een flat spin doen. En ik daag u alle uit om mee te tellen. Om te kijken hoeveel flat spins die kan maken. Gisteren hadden we er 6. Kijken of we vandaag weer 6 kunnen krijgen, of misschien meer kunnen krijgen. De hoogte is nu ongeveer 3000 voet. Nou, dan gaat hij draaien en dan komt hij zo in die spin terecht. Hoog krijgen. Een beetje hoogte maken. Haalt hij de snelheid eruit? Ja. Nu is het kop. Gas terug en dan 1. Dezelfde beweging tussen 1 2. 3
4, 5, 6, 7. En nummer 8. En nummer 8. We doen er graag uit, Frank. Ik vind het leuk geweest. Er zijn echt in de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw zijn er echt tientallen vliegers omgekomen door die spin waar je vaak in terecht kwam. En op deze type geestekoeling duwt als het ware vliegen buitenom de looping. Je trekt negatieve geest in alle bloedstroom naar je hoofd. En we zorgen dat je een beetje bij de pijn blijft staan. En dus, dat voel je trouwens toch enorm. Natuurlijk, als je in zo'n vliegtuig zit, het ene moment word je in je stoel gedrukt, het andere moment word je, hang je eigenlijk in de riemen. En het derde moment, zoals hier, die tunnels en dat rollende rondjepakachtige dingen, dan vlieg je alle kanten op. Maar het mooie is eigenlijk, als je in dat vliegtuig zit, en je hangt een beetje achterover eigenlijk, je ligt een beetje. Heb je er nog wat 10 nodig? Ja, 1 vuilzuiger. Nee, wel. En je hoort het ook, af en toe gaat het gas helemaal dicht. Omdat je dan naar beneden gaat, zou je het gas daar overhouden. Ja, dan ga je veel te hard naar beneden. Je stuurt dus niet continu alleen met je stick en met je rudder, zoals het gaat, het stick en het roer, het voetenstuur. Maar ook het gas gaat vaak open en dicht, open en dicht. De propeller heeft wel vaak een constante snelheid. Behalve als het gas echt dicht is, dan gaat het iets langer zijn. Maar voor de rest ben je daar continu bezig om steeds de gewenste snelheid van iedere manoeuvre te houden. En het is spelen met energie, zoals aerobatic vliegers altijd zeggen. Je moet steeds zorgen dat je energie omzet in hoogte, hoogte omzet in energie. En dan op een gegeven moment zak je achteruit, in een tailslide. Toen kun je naar beneden, maar jezelf gas weer dicht leggen. Dan ga je weer recht naar beneden. Ja, je ziet dat als het dus dan over de kop komt, dat is ook een beetje heel even zijn bobbeltje. Dat is dan even een stukje, moet dat precies op dat moment zeggen, wel denken dat je niet weer gaat zien. Nou, ik klim het even terug. Klimmen, nu is de energie op. Druk op. En dan lekker recht uitstaan. Ah, dat is een beetje een hoog vloed, maar dat neemt de ringen in ieder geval niet kwalijk. De zaal, rollen. Maar vergelijken met dit, ja, dit is geen vergelijk eigenlijk. En dat is net die 60 jaar verschil natuurlijk. Die verschillende leeftijd van deze vliegtuigen allemaal tegen. Een enorme snelle draaien. Draaiencirkel van meer dan 400 graden per seconde. Je bent er rond voordat je een seconde bent. Tunnels. En dat is een kopmoeilijk in langer duurt. Geen probleem, alles kan. En uiteindelijk hou je het hier nog steeds onder controle. Want dan zijn ze er zo strak in ziet dat het toch een goede toestand aangetrokken wordt. Het heeft ook te maken met de uitvinding van koolstof en glasvezel en dat soort dingen. Waardoor ze vliegtuigen zijn gaan maken, niet alleen van aluminium of van hout. Maar ook van dus kunststof en glasvezel, dat enorme krachten kan verwerken, terwijl het eigenlijk heel weinig weegt. Dat is een van de sleutels hier bij die, bijvoorbeeld bij die extra. Die extra is van kunststof, die vleugels zijn van glasvezel, koolstof, ja, noem het maar op. Terwijl wat we dadelijk gaan doen is aluminium en hout. En dit is typisch weer van Malken, je knife edge flight, mes scherp vliegen op zo'n kant en dan vlieg je eigenlijk alleen maar terug. Het is grappig dat je bedenkt dat deze kap 2x2 eigenlijk een kleinkind en een achterkleinkind is van de Super Indy Rode, ontworpen door de compagnie Aeronautique. Het vliegtuig was dat in de Rode en de Super Indy Rode prachtig. En uiteindelijk is dat dit vliegtuig ook. Nou, met de Super Indy Rode moet je dit niet doen, want er ligt een echt een klein stukje op de grond. Maar je ziet dat veel gebeuren in de luchtvaart dat het steeds verder doorontwikkeld is. Het zijn aerobatic vliegtuigen. Zijn eigenlijk vier op de wereld die dit ook doen. Dat zijn de twee andere, dat is de Zivco 540 en de extra 300. Allemaal gebaseerd op motoren, zelfverzorgd.
Koning 45 en 30. Speciale motoren waarbij de olie ook rond gepompt wordt, zodat je op je kop kunt blijven vliegen. En dat je dan als mens niet aan kunnen zien, maar als motor kunt in ieder geval. Volle cirkel draait hier om zijn eigen as. 400 graden per seconde. Moet je voorstellen dat er een moeite zijn. En zoals Jan al vertelde, de hele manier waarop de vliegen in het vliegtuig zitten, riemen, vijfpuntriemen die erin zitten, de manier waarop de stick gebouwd is, de vorm waarin die zit, is helemaal ingesteld. Dus de motor helpt je in dat geval Jan om die bochten of om die top te leggen. Ja. Ook die motor is dus een VDNF, een jaren weet ik wat je niet kunt weten. De VDNF, een M40 of een M60, dat mag u zelf weten. Een 9-cylinder motor, die dus wat hij verteld heeft, niet met een schijnmotor werkt, maar met een compressor. Maar het klinkt zo. En kijk waar in de jaren 20 is begonnen om de kunstvliegbewegingen vast te leggen in een boek. Het boek van meneer Aristi. Eigenlijk in de jaren 70, 80 toen deze vliegtuigen kwamen, in de jaren 90, toen deze vliegtuigen kwamen, toen de pits specials zo ver ontwikkeld waren, zoveel vermogen hadden, dus ik weer overal heen de meest krankzinnige bewegingen kon maken. Toen was dat Aristi boek niet meer genoeg. Toen kwamen er steeds meer bewegingen voorbij. En dat is nu nog steeds zo dat je vliegtuigen dingen ziet die je weet, wat doet hij nou eigenlijk en hoe doet hij dat? Het betekent dat de vliegers ook steeds geheimer zijn geworden. Heel de vliegtuig dwars door de lucht durven te gooien met de meest waanzinnige, met de Bear Pilot, gewoon met het team vandaag. Dus de turbulentie die hadden vanzelf veroorzaakt door de kleine beweging die krachten moeten maken. Maar die hadden alleen maar gezorgd dat de vliegtuig heen en weer ging. Overigens, dat is ook nog maar. Tegenwoordig vlieg ik in een 777 van een Boeing. En tegenwoordig in een 787. En de vliegtuig van klein naar Bayern. Dat is natuurlijk wel een gekke is dat je veel vliegers ziet die uit andere vliegtuigen komen. Die ook impuls gaan geven op dat stuur. En die creëren alleen maar turbulentie. Dus op die tijd gebeurt hetzelfde dan als je de verkeersstuur kijkt. Als je op de hand vliegt en je geeft de turbulentie. Dan gaat een hele vliegtuig zo turbulent door de lucht. En dan hoef je ook alleen maar te zeggen. Weet je wat? Laat het stuur even los. Ja, laat maar. Dan wil je een keertje piloot zijn en dan mag het weer niet.
Die beweging kan hij ook niet. Maar hij speelt met energie. Kijk je maar, hij maakt een loop. Een hele kleine, fijne loop. En dat gaat natuurlijk altijd naar beneden. Maar hij kan ook, als hij de snelheid en de energie goed gebruikt, zoals hij dat nu ziet doen, 100 tot 150 meter winnen in zo'n klim. Een tailslide, een klein stukje, stallturn, draait hem dus om. En doordat hij steeds die snelheid bijmaakt, omdat hij naar beneden komt, daardoor kan hij zo'n vlucht zo lang mogelijk rekken. Ik denk dat het vandaag ook heel gunstig is. Voordat we vertrekken, even afscheid nemen. En hij vliegt nu hier, gisteren voor de eerste keer, vandaag voor de tweede keer. Laat hij een demo zien met de Harvard, met de T6, met dat prachtige vliegtuig ooit gebouwd door Noorduin in Canada. Hij was zo aan het vliegen. Hij had een droom, hij wilde dat vliegen. Nu is hij 737 vlieger. Hij is een aerobatics aan het oefenen. Hij heeft heel veel schreef gevlogen. En eindelijk is zijn droom nu uitgekomen. Hij vliegt een demonstratie ter afsluiting en ter viering van deze fantastische trui. Zo lekker te leunen op die vuilnisbak, die weer Roger Londen gooit er even in. Want het is ook heel leuk, we gaan een hele massa vliegtuigen vertrekken, want die moeten naar huis. Dus dat is ook heel leuk bezig. Ondertussen zie je die Harvard. Die zich voltrok daar in het noorden van Frankrijk, onder meer heel veel andere toppen. En dat is een bizarre voorbeeld. Hoor die 9 cilinder Pratt & Whitney motor, dat gaat brokkelen. Dat is een lekkere, brokkelende motor. Sjoerd laat hier zien, echt een klassieke basisprogramma van het kunstvliegen. Met de loops, de rolls, hier prachtige loop. Het vliegt echt heel strak. Ook omdat we vandaag vanwege de wind als laatste nog een beetje dit soort dingen doen. Wel vol ook enthousiasme en vol passie. Maar het is natuurlijk nieuw en jong vliegtuig. Dus als kinderen het leuk vinden, als jonge mensen het leuk vinden, ga vliegen. Het hoeft niet, maar het kan wel. Kom erbij om het land van boven te bekijken en naar beneden te kijken wat die mensen laten zien. En al te zien dat bijvoorbeeld hier ongeveer elk tweede huis een trampoline heeft. Dat wist u niet, hè? Maar dat weten wij dus wel, want we kijken naar beneden en we zien, wow, wat een boel trampolines zijn hier tegen. Geen zwembad. En als we het beroep ervan willen maken, de conflict op dit moment een groot tekort aan vliegers. Dus daar zitten ook allerlei mooie luchtmachten. De marines zijn altijd op zoek naar nieuwe, jonge vliegers. Dus meld je aan, ga eens rondkijken en kom bij onze wereld. Dat is een goodbye.
heb dat stomme vliegtuig gedaan. Ja. Oh ja, kijk.
komen we uit. We hebben een mooie toepassing aan boord. Toepassing. Piloot spelen. En lukte dat allemaal? Tot ziens. Dan gaan we naar de andere toe, zetten voor de bar. We hebben Lima, Rutsen, de wind, 2270, 1 drop, 325, 2 tegels. 2 tegels gevaar, de andere hebben we. Nou, zet je poten in.